Goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag dinsdag en er is gisteren iets heel leuks gebeurd. Eén ding trouwens, Tom die is een week van huis en iemand mist hem nog meer als ik. En dat is deze hond. Smokey mist hem heel erg. Maar ja, ik heb dus gisteren een sollicitatie gehad bij het Erasmus. Dan zou je misschien denken als je het mee hebt gekregen. Meen je dat nou? Want je hebt net een nieuwe baan. Dat klopt. Het zit namelijk zo. Ze hebben mij gebeld of ik nog interesse had in de Erasmus vacature. Voor facilitair dienstmedewerker. Houdt in dat ik voeding rondbreng in het ziekenhuis. Ik zorg dat er dingen bijgevuld zijn. En allemaal dat soort klusjes. Smokey. Hou even op. Verder. Smokey vindt het zo sneu. Maar verder heb ik daar dus ja op gezegd. Dat wilde ik nog steeds heel erg graag. Dus dat mag 1 september gaan beginnen. Dus ik ben nu dingetjes aan het afronden voor mijn andere baan die ik net 1,5 week heb. Is niet anders. Maar dit is gewoon wel iets wat ik al lang wilde doen. Dus ja, vandaar. Dus in ieder geval, vandaag dus lekker op mijn gemak wakker geworden. Gisteravond lekker een soort pamperdagje, avondje gehad. Heerlijk. Ik ga me zo meteen lekker aankleden. Het is nu denk ik onderhand 1:30. Ik ben om 6:45 opgegaan. Dus heb ik je uitgelaten. Dus dat heb ik allemaal gedaan. Dus dat is mooi. Vandaag staan er 2, misschien 3 dingen op de planning. Ik moet net de visio om 11:30. Ik moet mijn documenten nog even doormailen. Naar het Erasmus, zodat ze mijn contact alles in stand kunnen zetten. En ik ga vandaag waarschijnlijk even naar het boerenwinkeltje in Simonshaven. Daar nog even wat melk halen en eieren en dingen. Zijn we helemaal weg van tegenwoordig. Maar ik dacht dus, aangezien Tom er niet is, ga ik deze week wel even lekker gewoon vloggen. En wil ik het sowieso weer een beetje meer oppakken. Dus ik ga jullie lekker meenemen. Ik ga me zo meteen lekker klaarmaken. En dan zien we wel wat de dag gaat brengen vandaag. Goed, inmiddels is het bijna middag. En tijd om naar de fysio te gaan. Ik weet alleen niet of ik morgen had laten zien dat ik mij had klaargemaakt. Maar ik heb mij dus lekker klaargemaakt vanmorgen. Ik heb lekker mijn Puma's aan. Blauwe spijkerbroek. Krop topje van de Primark volgens mij. En ja, that's it eigenlijk. Ik heb heel licht make-up op. Ik heb vanmorgen een Get Ready With Me TikTok opgenomen. En het is nu tijd om naar de fysio te gaan. Dus let's go. Ik laat de camera wel hier. Ik neem ook geen tas mee. Ik heb alleen mijn sleutels bij. Dus op naar de fysio. En daarna even naar het boerenwinkeltje. Misschien dat ik toch mijn camera wel meeneem. What's up? Het is vandaag woensdag. En ik ben vandaag eigenlijk een beetje aan het chillen geweest. Wat wasjes gedraaid en alles. Nou, zoals je ziet, het was lekker leeg. Dat was dat daar. Dat ga ik ophangen. Dus dat is de planning voor nu. Verder ben ik een beetje aan het opruimen. Tom komt morgen weer thuis. Dus dat is ook wel een dingetje. Ik heb trouwens deze nieuwe lipstick gehad van Rimmel. Van Maybelline, sorry. Maar hoe tof is die kleur op mijn lippen, jongens. Ik ben heel erg van deze nude. Hele lichte kleurtjes. Ik hou hier echt van. Hij is hartstikke mat. Dus dat vind ik ook heel tof. Ik vind het echt een toffe kleur. Helemaal leuk. Dus ik ga was ophangen nu. Daarna ga ik nog wat dingetjes opwarmen. Hier, het begint hier toch wel weer warm te worden. Dus ik ga even de fan aanzetten. Verder heeft Smokey net op mijn bed geslapen hier. Die is nu net wakker. Die is echt moe. Die heeft vannacht niet geslapen. Ik ook niet. Maar hij ook niet. Hij is de hele nacht bezig geweest met het feit dat Tom er niet is. Dus ja, dat was wel een ding. Maar goed, is niet zo erg. Is ook wel weer cute ergens. Verder ga ik dus op zich niks doen vandaag. Ik ga... Nee, eigenlijk niks doen vandaag. Een beetje opruimen, meer niet. Maar ik zit trouwens te denken om deze stoel hier weg te halen. En die daar weer in het midden te plaatsen.
vind ik nog steeds zelf de leukste plek. En ze staat hier niet heel erg in het midden van mijn kamer. Dus dat doe ik denk ik zoals voor ik de was ga ophangen. De stoel lekker in het midden van mijn kamer. Lekker bij het licht, bij het raam. Kan ik daar nog even lekker zitten. S'avonds boekje lezen, dingetje doen. Niet veel geks eigenlijk. Dus dat is wel lekker. Dus dat is nu de planning eigenlijk. Meer ga ik nu niet meer doen. Goedemorgen. Het is vandaag alweer donderdag. En vandaag komt Chantal langs. Ik ga met haar haar krullen en doen en alles. Dus dat is heel leuk. Verder is het vandaag weer een blauwe lucht. Dus dat is wel heerlijk. Gisteren was het natuurlijk de hele dag vies aan het regenen. Ik ben vanmorgen bij tijd opgegaan. Ik heb smokje uitgelaten. Ik heb hem eigenlijk lekker klaargemaakt. Ik ben nu ook gewoon klaar. Dus dat is ook wel lekker weer eventjes. Zo, ik ben eventjes de roldingen aan het open doen beneden. Hier staat iets meer zon, dus die doe ik iets omhoog. Ik heb dit trouwens aan vandaag. Ik heb een spijkerjasje aan, die is nieuw. Die heb ik gisteren gehad bij de kringloop. Super blij mee, want ik zocht daar heel erg lang zo'n jasje. En het jasje was maar 5 euro. Perfect, ziet er nog helemaal niks uit. Dit topje komt daar ook vandaan. Ik moet zeggen, dit topje is eigenlijk best wel kortig. Maar dat vind ik helemaal niet zo erg. En de broek die ik aan heb komt ook vandaan. Maar wat ik dus niet wist, is dat dit dus zo'n heupbroek is. Dus hij valt heel laag. Dus dat vind ik heel erg wennen. Daarom dat hij zo laag. Ik heb nooit echt van die hele lage broek. Maar ik vind het ergens ook wel weer lekker zitten. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus ik heb eigenlijk een heel kringlopen outfitje. Gisteren alles even gauw in een korte was gedaan. Alles is lekker schoon. En fris en fruitig. Dus dat is wel lekker. Dus dat is mijn outfit voor vandaag. Dus Chantal die komt vandaag haar haar doen. Ik ga daar denk ik een TikTokje van maken. Dus wil je dat zien, check mijn TikTok. En dan ga ik deze vlog denk ik lekker vandaag editen en uploaden. Dan heb ik dat lekker gehad voor deze week. Ik ga wel even koffie zetten. De camera is ook bijna leeg. Dus nee, maar komt wel goed. Ik ga in ieder geval vandaag lekker niet zoveel doen. Alleen Chantal de haar doen. Die komt lekker hierheen. Ik ga wel lekker chillen, bijkletsen. Want ook wij zien elkaar niet heel vaak meer. Heel veel meer. Dus ik ben helemaal happy.